Brian Simonson heeft gisteren de Teacher Excellence Award ontvangen. Deze award wordt uitgereikt aan de meest competente docent. Simonson is gekozen uit een groep van 20 docenten. Hij was zeer verrast en droeg zijn award op aan alle docenten. De uitreiking vond plaats in een symposium georganiseerd door het EFS-college COVAP in het kader van de Dag van de Leraar. Het thema was Valuing Teachers, Improving Their Status. Dalene Rosario, coördinator Centrum voor Nascholing in Suriname van het ministerie van Onderwijs en ook docent, gaf een motivational speech over het belang van het leraar zijn. Zij belichtte onder andere 7 beroepscompetenties van de docent. Het doel hiervan is dat we dit jaar gaan kijken naar de waardering van docenten, leraren, leerkrachten ter verbetering van hun status. En het is nu een hot issue. Nou, dus het komt bijna, kan je zeggen, als geroepen waarbij we ter ondersteuning van de bond kunnen zeggen van hallo, als je goed gaat nakijken, geef de VN, geef de UNESCO, geef ILO, de Internationale Organisatie voor Arbeiders, aan dat met name voor leerkrachten er iets zit. Dus het thema is Valuing Teachers, Improving Their Status. Maar waar willen we naartoe gaan? Is dat we naartoe willen gaan om te kijken, wat doen leerkrachten allemaal? En vanaf 1994 is UNESCO bezig eigenlijk elk jaar een thema te koppelen. Ik heb het thema van de afgelopen 5 jaar meegenomen. Eigenlijk om je te laten zien dat er eigenlijk wereldwijd naar ons leraren wordt gekeken. Directeur Angela Wallerlei Kumbangsila van het EFS-college COVAP is blij met deze eerste viering. Zij geeft aan dat COVAP op deze wijze de inzet van haar docenten herdenkt en een prikkel geeft om dit bijzonder werk voort te zetten. Het thema van dit jaar, Valuing Teachers, Improving Their Status, vraagt ook weer de aandacht voor de positie van onderwijsgevenden en vraagt ons hun te waarderen. Het EFS College COVAP besloot dit jaar op deze manier invulling te geven aan de oproep. Op COVAP hebben we een diversiteit aan onderwijsgevenden. Wij hebben naast de algemene vakken die bij ons worden verzorgd, ook hele beroepsgerichte vakken. Voor de beroepsgerichte vakken hebben wij verpleegkundigen nodig, die naast dat ze verpleegkundigen zijn, ook onderwijskundig competent moeten zijn. Maar we hebben niet alleen verpleegkundigen die een bijdrage leveren aan het onderwijs. Ook niet verpleegkundigen leveren een bijdrage aan het onderwijs. We hebben artsen die hier lesgeven, juristen, fysiotherapeuten, diëtisten, ICT-experts, enzovoort, enzovoort. Als blijvende herinnering van de viering, aan de viering van de eerste dag van de leraar, heeft de kunstenaar Overdoe Berghout een Tree of Knowledge geschilderd, waar alle aanwezigen op de bladeren een boodschap hebben toegevoegd.